kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Justin en ik speel van Johnny Rocket Figures. Klinkt ergens best wel fout. Deze beuk doet me denken aan iemand die met Peter heeft lopen klooien en een docent bij mij op school. Ex-docent. Hij is nu geen docent niet bij mij op school, maar hij is nog steeds docent alleen bij mij op school. Oké, laat ik maar beginnen. Het ziet eruit als een geweldig, mooi slecht spacebeuk. En ik heb geen idee wat ik moet doen. Important. Oh, ik kan nou dingen leren. Ja. Next. Oké. Oh, het is een 18 plus spel. Wat? Oké. Ik vind het nu al spannend. Cracked animations. Dat kan. Wow! Die animaties. Hij is echt een dwerg of zo. Wat moet ik gaan doen? Auti. Wat? Auti. Wat is er met zo'n... Oh, hij wil hem dood hebben. Snap ik. Moet ik maar niet zo'n krek afpakken. Scum. Wauw. Het ziet eruit alsof daar een flinke party is geweest. En daar zijn alle meubels gestolen. En de opruimingsdienst staakt weer eens. Ah. Combinatie van dit en NS. Oh no! Oh! Het zijn die blankenegers. Je weet zo. Oh,
Ik was onderweg. Heel veel keren. Waar had ik dat dan weer vandaan? Oh, ik ben een echte baas. The bigger they are, the harder I kill. Wow. What's this? The Inch Club card. Oh, stoer. Wauw, dit spel is echt intens ofzo. Wat heeft dat met z'n haar gedaan? Ah, well. Hey Johnny, wat ga je doen? Je hebt hier zo 3 man vermoord of zo. Er zit iets op je gezicht, volgens mij. Oh, no, die klok. Ah. Heb ik een auto? Ik heb een auto. Waarom? Heb ik eigenlijk een reden waarom ik hem ga vermoorden? Ik ga hem gewoon vermoorden ofzo. De Chaser. Mocht je het willen weten, de Chaser is een video die ik ooit heb gemaakt. Eat. Ghost. 14 oktober. Kus. Die dog. Oké. Okay. Stoere tag. Staat daar zo op dat telefoon ding.
iets gebeuren. Wow, the money's bro. Wat? Hij leeft nog. Nou hè. Oké, stoer. Zie hem daar zo relaxed liggen. Dit doet me zo denken aan Nee, het was Ray Bart. Volgens mij wel. Ik weet het niet meer. Er wilt iemand naar binnen. En er zit een mes aan je muur. Dat doet me denken aan kut. Ik bedoel KUD. Kut. Maar ik noem het kut omdat het eigenlijk al kut heet. Maar je schrijft het alleen anders. Er staat niemand voor je deur. Een mes. Dat is mijn mes nu. Wat ga ik verder doen? Tafel. Waarom kan ik daar niet bij? Come on. Window. Hij weet nog wel wanneer hij de sleutel verloor, maar hij weet niet meer waar die is. Chillen op de bank zo. Radiator. Ik denk dat ik gewoon de deur open ga maken of zo. Nice door. Wat? Ze laten weten dat ik hier ben. Oké, ik ben rijk of zo. Oh, bam! Ik heb de sleutel weer gevonden na 3 weken. Hoe kan ik hier zo staan? Waarom zit daar zo zo'n Ha ha ha!
Okay. What the f- Ik vind het erg interessant. Kan ik ook gewoon weg of zo? Tactisch om dat zo te zeggen natuurlijk. Ja. Laat ik naar buiten gaan. Adios. See ya. Sayonara. Adios. Bye.